techniek is fantastisch. Wel mooi om erin te zitten, best wel ruig, maar op de andere kant was het ook gewoon een vette ervaring. Iemand in pak, dezelfde op kazernes, die zie ik normaal gesproken niet. En vandaag kan je ze zo aanspreken, dat is leuk, ja. Ja, go, loop je gelijk op. Keurig. Ja, heel goed. Mee te nemen in mijn wereld. Ik vind het heel belangrijk om het verhaal door te geven en om mensen te enthousiasmeren voor het vak. Dus ik vind het heel belangrijk vandaar dat ik er ook ben. Wij van Defensie, wij bij de landmacht zijn namelijk teamplayers. Rambo's en mensen die in hun eentje een hele land kan bevrijden, dat bestaat bij ons niet. Ik heb echt diep respect voor wat ze doen. Echt waar. Ik kan het ze niet nadoen en ik denk ook dat je emotioneel, dat die man hier zo zelfverzekerd nog staat te praten. Ja, daar heb ik echt, hoe zeg je dat? Nou, respect me even een stapje verder. Dat ik echt tegen hem opkijk van dat is definitie van een held. Ik denk dat je op het moment voor mij een held bent, dat je vecht voor de vrijheid op deze manier en er zo mee omgaat. Meen ik serieus. Ik vind het echt heel leuk nog hier ook. En dit noemen ze de saturatie. Dat is allemaal heel interessant. Dus dan hoop ik dat hij een leuke keuze gaat maken straks als hij moet studeren. Misschien is dit ook wel wat voor hem. De reacties zijn echt zeer positief. Heel veel mensen vragen een hoop vragen. Kinderen komen naar ons toe, zijn heel open, heel gezellig. Veel foto's. En ja, is echt leuk om te doen. 2, stap! 100. Ik vind het een hele leuke dag. Veel te doen, veel geleerd.